Yo gasten, Darf hier met vandaag een nieuwe gameplay commentary op het kanaal van FishNL. Verbazingwekkend genoeg zie je Black Ops 3 beta gameplay. Waarom is dat verbazingwekkend, zul je misschien wel afvragen. Nou, ik had namelijk helemaal niet van plan om de beta te spelen. Ik heb de hele game niet eens gepreorderd. Maar toen bleek dat Treyarch na 3-4 dagen van de beta of zo de beta had opengegooid voor alle PlayStation 4 spelers. Dat het een open beta werd. En toen kon ik het toch niet echt laten om het uit te proberen. Nu ook in deze video niet echt een review gaan geven van wat ik vind van de game. Doen er heel veel mensen nu op dit moment. Op zich denk ik niet dat mijn mening zo'n van toegevoegde waarde is. Dus misschien dat ik het later een keertje doe. In deze video wil ik het wel gaan hebben over onverwacht zijn en verrassend zijn in je gameplay in Call of Duty. Ik ga weer eens een keer tips geven. Wanneer je Call of Duty speelt, je komt in een gunfight, dan kun je vaak een psychologisch spelletje spelen. Dan moet je vaak een psychologisch spelletje spelen. Mensen hebben verwachtingen, ook in een Call of Duty potje. En in Call of Duty staat het er dan vooral op dat het de verwachting is van waar iemand van vandaan gaat komen. Hoe iemand een bepaald gebied binnenkomt. Puur gewoon wat gaat je tegenstander doen. Dat doen wij zelf, dat doen onze tegenstanders. En normaal gesproken, als ik bijvoorbeeld over een bepaald scenario spreek, dan komt iemand een kamer binnengelopen via een deur of zoiets. Dat is logisch, toch? Ik denk dat iedereen het daar wel met mij mee eens is. Dit verwacht men, dus houdt men zijn sights op die deur gericht. Of houdt men vooral rekening met, als er een tegenstander binnen gaat komen, als er een tegenstander bij me is, die me gaat killen, dan komt hij via die deur of via dat raam. Dat zijn gewoon logische dingen, weet je wel. Nu is dat met Black Ops 3 een beetje anders. Je kan het anders doen. Je kan namelijk met het hilarische wallrunning systeem kun je gewoon mensen ontzettend goed verrassen. Gewoon mensen puur onverwachts aanvallen. En dat is super chill. Soms werkt het natuurlijk niet altijd. Maar wat je dus kan doen is in plaats van door de deur naar binnen te komen, waar iedereen eigenlijk van verwacht dat je daardoor naar binnen gaat komen, is dat je via een muur naar binnen komt. Of als je een bepaald gebied hebt. Als je bijvoorbeeld op Combine hebt, heb je aan de linkerkant van de map Niet die flank waar je kan wallrunnen, waar je over die afgrond heen wallrunt, maar die andere flank met die soort T-splitsing, daar bijvoorbeeld. Normaal gesproken denken mensen natuurlijk dat je over de vloer komt binnengelopen, dat je bijvoorbeeld één met binnen loopt, strevend, springt, boost, whatever. Wat ik vaak doe, is als ik weet dat daar iemand zit en dat ik weet dat hij weet dat ik eraan kom, heel veel weten hier, Dan kom ik niet naar binnen gelopen of gestreefd. Nee, dan ga ik wallrunnen naar binnen. Met mijn aim down sight natuurlijk. ADS, gewoon je sights omhoog hebben. Dat je, waarvan je een beetje denkt van daar vandaan gaat iemand komen. Maar dat je dus wallrunnen naar binnen komt. En daarmee kan je enemies zo ontzettend goed verrassen. En to get them off their feet. Ik weet niet de Nederlandse vertaling ervoor, maar in ieder geval dat je dus inderdaad mensen onverwachts kan verrassen. Dat ze dus inderdaad, dat je gewoon het compleet tegenovergestelde doet. Wat lastig hieraan is je weet natuurlijk niet altijd wat iemand denkt, wat iemand verwacht. En dat blijft altijd een beetje een risico. En dat is ook het psychologische spelletje. Vervolgens kan het ook bij onszelf gebeuren. Dat wij in een stand-off staan bij een bepaalde gunfight. We weten dat er iemand ergens zit, dat hij waarschijnlijk ons gaat aanvallen. Maar ja. Hoe gaat hij dat doen? Komt hij via de deur binnen? Komt hij via het raam? Komt hij via de flank? Komt hij via het wallrunnen? Komt hij boost naar binnen? Dat weet je niet. En dat zijn inderdaad dingen wat je soms moet gokken, wat je soms verwacht. En dat is ook het psychologische spelletje. En dat is op zich, ik vind dat best wel leuk ook. Daardoor kunnen dingen altijd wat anders gaan. Maar nu heb ik het tot nu toe alleen echt gehad over het wallrunnen. Nu kun je in elke Call of Duty wallrunnen. Black Ops 3 is de eerste waarbij dat kan. Het volgende scenario wat ik nu ga uitleggen, dat kan in elke Call of Duty voorkomen. Ook in de oudere Call of Duty zonder een fancy movement systeem. Zoals Ghost, Modern Warfare 3, Black Ops 2, Modern Warfare 2 en ga zo maar terug. Stel, je ziet een tegenstander zitten in een huisje bij een raampje. Hij heeft jou ook gezien. Hij heeft al wat schoten gelost op je. Jij zoekt gauw dekking achter een rotsblok wat tussen jou en je tegenstander in staat. En hij kan jou nou niet meer zien. Dat rotsblok is zodanig groot dat hij jou compleet niet meer kan zien. En je vraagt jezelf af, wat gaat die vijand nu verwachten? Wat ga ik zelf nu doen? Zal die vijand me verwachten vanaf links van het rechts rotsblok? Dat ik de gunfight, dat ik inderdaad naar links uitstap, zo de gunfight aanga. Of dat ik via rechts uitstap, daar de gunfight aanga. Of dat ik vlucht, kan ook nog. Of dat ik hem probeer te rushen, wegspring over het rotsblok, zou ook nog kunnen. Ja, wat verwacht je dat iemand gaat doen? Logischerwijs gezien, om even te bedenken,
Dat rotsblok is zodanig groot, daar kun je niet overheen. Wegrennen is ook niet een optie, want je bent al gedamaged. Hij weet dat je er zit. Als je wegrent, dan schiet hij gewoon in je rug niet. Dus je moet de gunfight aangaan. Wat doe je dan? Ga je dan via rechts de gunfight aan of via links? Stel, je komt aangelopen vanaf de linkerkant. Je duikt achter het rotsblok. Wat dan logisch is, tenminste, ik vind dat logisch, menselijkerwijs gezien, is dat je dan doorloopt en vanaf rechts de gunfight aangaat. Je komt bij de rotsblok aan, schuift door naar rechts en gaat daar de gunfight aan. Je loopt in principe dus het rotsblok voorbij. Dat is logisch. En in dat opzicht denk ik ook dat veel mensen dat dus zouden verwachten. Dat jij dus inderdaad vanaf die kant, ik zit nu elke keer naar rechts van me te wijzen, dat je vanaf de rechterkant het rotsblok aangaat voor de enemy, dus de linkerkant van het rotsblok. Wat je dus, en dat had ik dus gisteren ook in een potje op Black Ops 3, was dat ik inderdaad echt een obstakel tussen mij en de tegenstander had. Ik kwam vanaf links aangelopen, maar ik dacht, oké, die zal me wel vanaf rechts verwachten. Dus ik liep terug en ging vanaf daar de gun vertaan. En dan had die kerel had dat totaal niet verwacht. Ik kon zelfs zien dat hij gewoon in principe scheef stond, me helemaal niet recht aankeek. Dus ik kon hem zo neerschieten. Dat zijn van die momenten dat je echt zo'n psychologisch spelletje speelt. Dat je echt hebt van, oké, wat denkt iemand nu? Oké, ik ga het tegenovergestelde doen. Zoals ik net al zei, werkt niet altijd. Je kan niet altijd goed raden wat iemand doet. Maar dat zijn dus wel momenten waar je dus inderdaad tactisch voordeel in één keer uit de situatie kan trekken waar je in eerste instantie helemaal geen voordeel in had. Zelf, ja, weet je, in principe waar dus op neerkomt is, je speelt vaak een psychologisch spelletje. Vraag je af, wat verwacht de enemy nu wat ik ga doen? En je doet vervolgens gewoon het tegenovergestelde. En zoals ik al zei, het werkt niet altijd. Je kan niet altijd alles weten. En we kunnen ook niet mindreaden, gedachten lezen. Dus ja, helaas. Dat was eigenlijk voor deze video best wel een algemene tip. Best wel kort ook. Maar ik vond het wel eens interessant om daar eens een video over te maken. Zeker ook omdat ik het eigenlijk in Black Ops 3 best wel veel heb meegemaakt. Zeker ook door dat wallrun systeem, het movement systeem. Wat gewoon een aantal extra mogelijkheden geeft in dat onverwacht zijn. En ga er zelf ook eens over nadenken wat je dus allemaal nog meer kan doen door inderdaad je movement systeem te gebruiken, onverwacht te zijn. En echt, ik weet niet wat het met Treyarch en bomen is, maar Treyarch kan geen decent bomen maken waar projectielen niet doorheen kunnen. Het is zo raar. Een boom met takken, en dat was op Black Ops 2 ook al. Als je bijvoorbeeld Raid had, midden in de map had je een boom zitten. Als je daar een hellstorm op droppen, dan ontploft er gewoon heel die hellstorm bovenop de boom. Terwijl het gewoon een kale boom was zonder bladeren. Dat ik echt denk van, dat hoort toch dwars door die takken van die boom heen te gaan of zo. Je kan er ook doorheen zien zelfs. Maar nee, bomen in Treyarch games zijn gewoon massieve, complete objecten. Alsof het een heel geheel blok beton is. Heel vreemd. Hier viel me dus ook op toen ik dacht, ik kan met die dart vast wel tussen die boom doorvliegen. Nee, de hele dart kapot, terwijl die niet eens tegen een tak aanvloog. Anyways, off topic. Dat was hem voor deze video. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je wat aan deze tips hebben. Als je iets niet snapt, vraag het gerust in de comments. Ik beantwoord de comments graag. Dus ja, ik hoop jullie daar te spreken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.